Welkom, ik ben Christel. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze nieuwe maanenergie in het teken van Leeuw, 28 juli 2022, ons te vertellen heeft. We zijn zeer beschermend en nemen onze scheppingskracht om zelfs schepper van ons leven te zijn, zeer ernstig. Misschien omdat we ons bewust zijn van herrieschoppende energieën die proberen een weg te vinden om ons harmonieus, vredevol en productief leven te infiltreren. Als echte poortwachters bewaken we onze grenzen en zijn ons heel sterk bewust van hoe fragiel onze rechten en vrijheid zijn. Als we niet op onze hoede zijn, kunnen ze ons gemakkelijk ontnomen worden. Onze kracht komt met grote verantwoordelijkheid. Onze plaats is maar zo stevig als onze toewijding en ons eervol engagement. Die is er niet alleen voor onszelf, maar ook voor alles en allen die ons dierbaar zijn en die we willen beschermen. Het is niet altijd gemakkelijk om één te zijn met deze grote kracht. Want soms kan het nodig zijn dat we onmiddellijk handelen zonder twijfel. Dromen alleen is niet voldoende. Soms horen we de koe bij de horens te pakken en het ijzer te smeden terwijl het warm is. Het kan inderdaad makkelijk zijn om te vergeten dat herrieschoppende energieën gevaarlijk zijn. Herrieschoppen is hun natuur. Het is niet iets waarover ze zichzelf schuldig voelen of spijt over hebben. Het is gewoon een deel van wie ze zijn. Herinneren we onszelf eraan dat ondanks de koele berekening van herrieschoppers ze niet altijd hun prooi vangen. In feite missen ze meer dan dat ze in hun opzet slagen, dewelke een hoog niveau van weerstand bouwt in hen. Als we merken dat we op het ogenblik ons doel vaker missen, weet dan dat er een diepere les aan het spelen is. De spieren van onze veerkracht kunnen verzwakt zijn en kunnen nood hebben om versterkt te worden. In plaats van uit alle macht en woede met alles te gooien, kunnen we ook opteren om te zoeken naar een manier om deze periode aan te wenden om onszelf te versterken in het vinden van oplossingen en om de confrontatie aan te gaan met onze eigen innerlijke herrieschopper. Wat als we op zo'n moment de lang verwachte schatkist van ons leven vinden? Zullen we klaar zijn voor de veranderingen die deze aangelegenheid met zich zal meebrengen? Niet alles wat schittert is goud. Hoe zullen wij reageren op de mogelijkheden, op de veranderingen dat het ons brengt? Mogelijkheden verzorgen, maar lossen geen problemen op. In feite, ze verzorgen door nog meer dingen te brengen die helpen om onze problemen uit te zoeken. Verborgen schatten vinden kan leuk zijn, maar gaat het werkelijk over het vinden of over de reis die we ondernomen hebben om de schat te vinden? Hoe dan ook, de energie van de nieuwe maan in Leeuw spreekt over het begin van een mogelijk nieuw avontuur. Het laat ons tegelijkertijd weten dat er nog heel veel werk dient te gebeuren. Onze schat vinden is één iets, maar weten wat met onze schat te doen is iets heel anders. Rollen we onze mouwen op. Het echte werk zal nu beginnen. Soms kunnen we een geschenk niet zien, zelfs als het recht in onze schoot valt. Onze levensomstandigheden zijn belangen zo slecht niet zoals we denken dat ze zijn, of zoals we ze laten schijnen te zijn. En we hebben de kans
om onze levensomstandigheden zelfs beter te maken. Het is dan ook jammer als we niet kunnen zien hoe onze huidige situatie de eerste stap is van een veel plezantere, avontuurlijke verderzetting van onze levensweg. Er kan een beetje drama in ons leven zijn, terwijl we zoeken om balans te vinden tussen een gewezen en huidige situatie. Toch is het in werkelijkheid niet zo slecht als wat wij van onze huidige situatie denken dat het is. We horen enkel op te letten dat het zelfmedelijdende aspect van arme mij niet overneemt, want dan kan er wel eens een probleem op handen zijn als we niet voorzichtig zijn. Wat er ook op onze weg komt, het zal een glimlach op ons gezicht toveren. Het kan de start markeren van een plezierige periode, na een periode waarin we weinig of geen energie hadden. De energie die naar voren komt, is avontuurlijk en zelfs bereid tot het nemen van enkele risico's. Maar wezen we voorzichtig. Het wiel van fortuin is nog steeds aan het draaien. Grote ideeën met andere mensen kunnen uitgewisseld worden. Of we kunnen juist denken aan een heel eigen levensfilosofie. Het kan een periode zijn waarin we van gedacht horen te veranderen over iets heel belangrijks. Het kan ook een signaal zijn dat een innerlijke of fysieke reis op handen is, als dat iets is wat we willen bereiken. Wat er ook gebeurt, het zal een soort van geschenk zijn, ook als het eenvoudig betekent ons perspectief te verbreden. Plezier, reizen, ontdekken, het kan allemaal. Een gelukkige en goddelijke periode ligt in het verschiet. Niets staat vast in steen. Een optimistische energie omringt ons en kan allerlei goede dingen aantrekken, als we bereid zijn om het beste in ons leven te verwachten. Geluk is aan onze zijde. Een blissvolle nieuwe maan in leeuw gewenst iedereen. Namaste.